We staan hier voor de bekisting van een ultrahoge sterkte betonnen element. Het betreft een fietsers- en voetgangersbrug die zal geleverd worden in Everen te Brussel voor Infrabel boven de spoorlijnen. Deze brug wordt in ultrahoge sterkte beton uitgevoerd en het zal de eerste keer zijn dat zulk element wordt gemaakt 36 meter lang uit één stuk. Het betreft een ultrahoge sterkte betonnen element in een pi-vorm waarvan zowel de ribben als de plaat 10 cm dik zijn. Het wordt gemaakt in een betonkwaliteit van C120-150 en er wordt gebruik gemaakt van wapeningsvezels waardoor het zacht staal nauwelijks is toegevoegd. Deze worden alleen maar gebruikt om de voorspankrachten op te vangen aan de kop van de element. Ik ben Koen Willems, ik ben ingenieur bij Infrabel, verantwoordelijk voor de kunstwerken. Dus tijdens inspecties hebben wij vastgesteld dat de oude voetbrug in slechte staat was. We hebben dan beslist in overleg met onze studiedienst om de brug te vernieuwen. De oude brug vertoont een aantal ernstige gebreken en dateert uit de jaren 50, dus die was echt wel aan het einde van haar leven. Wij zijn uiteindelijk op zoek gegaan naar een ontwerp dat licht was, slank was en dat op een heel eenvoudige manier moest kunnen geplaatst worden. Een van de grote voordelen van het gebruik van dat ultrahoge sterkte beton was de werfinrichting. Het is zo dat hier in een stedelijke omgeving heel weinig plaats is om kranen en machines ter plaatse te krijgen en alle manoeuvres te doen die nodig zijn om zo'n brug op zijn plaats te krijgen. En dankzij die ultrahoge sterkte beton hebben we een hele lichte structuur gehad waar we eigenlijk ook met relatief beperkt aantal kranen de brug op zijn plaats hebben kunnen brengen. Tanguy Leijenlinge, bureau d'études civil engineering chez Infrabel. Donc, on a eu la demande de l'AREA Bruxelles d'avoir une structure assez légère. On s'est dit alors que ce serait intéressant d'utiliser un matériau innovateur, du béton fibré ultra haute performance. En utilisant ce béton, en fait, on a une résistance à la compression qui est beaucoup plus importante. Donc, on va pouvoir travailler avec des structures plus fines. Et en plus, le béton est fibré, donc on a une certaine résistance à la traction. Donc on peut supprimer toute une série d'armatures dans le béton. On a un nouveau matériau, il n'y a pas de normes, c'est une première européenne. Donc on n'a pas pu utiliser simplement le matériau, un certain type de béton qui existe dans les normes. Ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a fait d'abord un calcul théorique. On a ensuite fait un élément test à échelle 1-1. On a fait des tests sur cet élément, principalement des tests de traction et de compression. Et puis donc, on a pu valider le modèle, un peu affiner nos paramètres et finalement calculer la structure que vous voyez aujourd'hui. Ce genre de passerelle doit résister à une charge de 500 kg par mètre carré. Ce qu'on a fait, safety first bien sûr, comme on a un matériau innovateur, on l'a testé avec une charge de 750 kg par mètre carré. Donc concrètement, dans l'usine de préfabrication, on a mis des bacs d'eau et on a vérifié que la flèche du pont correspondait à nos calculs. Aujourd'hui, on est ici à côté du premier pont en béton précontraint ultra haute performance. Donc chaque matériau a ses avantages, ses inconvénients. Donc voilà, aujourd'hui, on a une nouvelle possibilité pour les ponts chez Infrabel.